De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, de SLM, en de Stichting Toerisme Suriname, STS, hebben vandaag een Memorandum of Understanding ondertekend. Het betreft een raamwerk waaruit zaken zullen voortvloeien die specifiek gericht zullen zijn op de verbetering van de marketing van Suriname als destinatie. SLM-directeur Robbie Lachimising zegt dat STS Suriname, dat de STS Suriname mooi moet maken en dat Suriname Airways de passagiers naar Suriname moet brengen. Dat is de basisgedachte van de samenwerking. We willen het uitbreiden. Ik heb laatst een paar keer gezegd. Op het ogenblik is het vervoer naar Suriname afgenomen uit Europa in het bijzonder. Met ongeveer 20%, als ik het goed heb, Jerry. Dat moeten we proberen op te krikken. En ik heb een ander concept in mijn hoofd. En dat ga ik de komende weken, maanden uitvoeren. Ik zeg, de meeste toeristen die hier komen, zijn eigenlijk niet direct toeristen. Het zijn Surinamers die hier met vakantie komen, een binding hebben met het land. En er gaan op jaarbasis bijna 15 miljoen, wat ik noem, witte mensen, witte Nederlanders met vakantie. En als we daarvan een 1% kunnen krijgen naar Suriname, dan zitten we al vrij goed, toch? En dat ga ik proberen te doen samen met STS en later samen met luchtvaartdienst en luchthavenbeheer. We komen net vandaag van de minister waar we hele gesprekken hebben gevoerd, omdat die luchtvaartsector moeten we één geheel gaan vormen. Als je geen goede luchtvaartmaatschappij hebt, komen die passagiers niet. Als je geen goede luchthaven hebt, komen die passagiers ook niet. Als je geen goede luchtvaartdienst hebt, die moet zorgen dat de toren goed bemand is, dat de baanverlichting goed is, komen de passagiers niet. Dus we moeten die samenwerking aangaan. En dan denk ik dat we werkelijk tot grote hoogte kunnen komen in de toeristensector en in de luchtvaartsector. Lachimising zegt verder dat er afspraken zijn gemaakt met de toerismeminister over hoe de SLM en luchthavenbeheer de STS kunnen ondersteunen. Het wachten is echter op de begroting van de toerismestichting om na te gaan hoeveel geld naar STS gaat. Jerry Akkum, die als STS-directeur zijn handtekening plaatste onder de intentieverklaring, zegt dat door samen op te trekken we van elkaar kunnen leren. En het doel is heel simpel, zegt Akkum. Wat gaan we doen om Suriname efficiënt en effectief op de kaart te plaatsen? En daar gaan we voor als twee organisaties. Wij van de STS geloven er niet in dat we alleen zaken moeten gaan aanpakken en oplossen. Er zijn genoeg bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben. En door krachten te bundelen hebben we een resultaat waar we als land uiteindelijk tevreden over zullen zijn. Geweldig moment nogmaals. We gaan ervoor, directeur, we gaan ervoor, collega's. En we zullen fouten maken along the way. But that's not the issue. Waar we voor moeten gaan is leren uit onze fouten, verbeteringen aanbrengen. En sterker nog, als voorbeeld dienen voor iedereen die in deze sector werkzaam is, dat we nu eensgezind moeten gaan optreden om verandering en vooruitgang te brengen in de sector toerisme. Door samen op te trekken kunnen we het land dat ons zo dierbaar is veel beter op de wereldkaart plaatsen, zegt STS-directeur Jerry Akkum. Vandaag vond de ondertekening plaats van een intentieverklaring tussen Suriname Airways en de Stichting Toerisme Suriname. In de naaste toekomst zal verder invulling worden gegeven aan de samenwerking.